welkom bij een nieuwe vlog. Op dag 1 dat ik weer ga vloggen, met het goede voornemen dat ik altijd mijn vlogcamera meeneem, ben ik alsnog nu met mijn telefoon aan het filmen, omdat ik mijn vlogcamera ben vergeten. Maar, that's okay. We beginnen naast een kliko op een bedrijventerrein. Ik ga hier een dance battle presenteren. Oh yeah. Vloggen met je telefoon, wat je dan krijgt, is dat je dan vastzit aan de juice. Omdat ik natuurlijk altijd te weinig batterij heb. Kijk deze kleedkamer. Hij is heel groot. Zie je die gouden fiets daar? Zie je deze koffietafelboeken? We hebben net heel hard gerepeteerd. 2 keer. Het is zo dik. Ik wist dat het dik werd, maar het is zo dik. Ik ga even mijn telefoon opladen en dan ga ik even kijken of ik jullie wat kan laten zien. Oké, hierachter ziet het er ook heel spectaculair uit. Kijk, daar zijn de dansers. Hallo dansers, hallo. Hey. Ze zijn zo goed. DJ Boots. Ta-ta-ta, daar staan allemaal mensen. En zometeen. Oh nice, yes, yay. Ik doe dus een poging tot vloggen, maar ik ben mijn vlogcamera vergeten. Dus ja, dat is heel dom. Dus het is als het... Yes, oké. Okay. Het is supergoed gegaan. Het was echt heel leuk. Echt heel leuk. Ik wil ook zo dansen als deze dansers. Ik ga morgen naar Groningen toe, man. Daar is een hackathon. Zeg ik hackathon? Hackathon. We zijn 24 uur lang bezig. Dus die zijn al bezig. En morgen is de finale en die mag ik presenteren. Dag, het is zondag. Ik heb een best wel... stressvolle ochtend achter de rug. Ik ben achterop gestaan, koffer inpakken, want ik ga morgen naar Las Vegas. Voor een fotoshoot en voor een persreis, dat is fucking vet. Maar ja, het is allemaal nog half ingepakt. Ik moet nog allemaal shit halen. Ik moet nog naar de supermarkt toe. Ik moet nog mijn koffer fixen. Ik moet een hele hoop dingen doen. En ik moet nu even naar Groningen, want daar presenteer ik een evenement. Gas erop! Weer in de auto en ik heb niks daar kunnen filmen. Maar ik kan jullie wel vertellen dat het fucking vet was. Morgen zit ik gewoon in het vliegtuig naar Las Vegas. Hoe fucking vet is dat? Ik vind dat ik dit behoorlijk netjes heb gedaan. Ik reis eigenlijk normaal niet echt met zo'n big ass koffer. Maar voor nu, voor de trip die ik ga maken, dat is de Baidani Linda Meiden trip. Daar heb ik een hele hoop kleding voor gekregen. Schoenen, tassen. Ik ben nog nooit op zo'n korte reis met zoveel spullen gegaan. Maar dit is het. Het is alles. Haarspul, make-up, alles. Ik heb zoveel spullen gekregen. En die moeten allemaal mee. Dus hier zit het in. Ik heb geen idee hoeveel die koffer weegt. Ik heb nog echt veel shit te doen. Ik hoop dat ik vroeg in mijn bed leef. En dan moet ik morgen... 8 uur verzamelen op Schiphol. Morgen. Het is 6 uur. Ik ben klaar voor, man. Ik heb super slecht geslapen, maar dat maakt niet uit. Want we gaan heel lang vliegen. Ik ben blij dat ik in deze auto zit, want het wilde niet echt vlotten met de Ubers. Maar ik ben er. 12 uur lang films kijken, eten, chillen, slapen. Ik heb mijn eigen eten meegenomen. Ik ben zo goed voorbereid. Laat me eruit. We doen de rest van met de auto. We springen wel uit met de parachute. Het is zo mooi. Woehoe! We zijn er. Al vloggend het vliegtuig uit. Hallo, bye! Echt fucking insane. We lopen de tunnel uit en dit is wat je ziet. Dit is het. Meteen in het Fokpaleis. Yo! Dit is Mark! Nee. Hallo! Ja, ik kom net terug van de trip en van de vakantie. Ja, heerlijk. Licht beige geworden, helemaal klaar ervoor. Je weet niet wat je ziet. Alles is overdekt, dus je weet gewoon niet of het dag of nacht is. En daardoor blijf je koken, drinken, eten. Het is echt super weird. Oké, let's go. Klinkt perfect. Koken, eten, drinken. What the fuck? What the fuck? Het is toch heel raar? What the fuck is dit? Is dit ons vervoer? Nou, dit is goed geregeld, toch? Jezus. De bus is goed gekeurd. Moet je maar kijken. Dit is top. Holy shit.
Oh, lief. Fuck. Oh, mijn god. Ja, en Bibi is mijn roommate. Hey. Ik ga hem even laten zien hoe deze suite eruit ziet, want hij is super dik. Badkamertje. Alles natuurlijk lekker in het goud. Bedjes. Spiegel. Maar ook, ik heb wel een beetje het gevoel alsof ik een beetje dronken ben. Maar dat komt omdat het in Nederland denk ik 2:30 is of zo. Dit is het uitzicht. Ik dacht dat ik wist wat Vegas was. Ik dacht dat ik het zou herkennen. Maar het is zoveel groter en massaler en gekker. En het is een soort pretpark. Je hebt 8 banen. Je hebt de grootste. Nou ja, ik kan het niet uitleggen. Ik ga even een beetje bijkomen. Ik ga even kijken of dit gratis is. Staat er een kaartje bij? If you decide to indulge, and we hope you do, items that are removed for more than 30 seconds. Nee, joh, dat is er geen ding onder. Ja, maar waarom staat het hier weer more than 30 seconds? Jawel. Nee joh, gek. Jawel, dat is echt waar. Nee, dit is gewoon een plateautje. Nee, maar er zit, kijk, nee, dit is allemaal per dingetje. Oké. Okay. Dus het aanraken van spullen voor 30 seconden is gewoon kopen. We gaan dus zometeen eten. En ik heb even een half uurtje om mezelf klaar te maken. Het is heel overweldigend. Maar we zijn hier maar 1 nacht. Dus morgen gaan we weer door. Dus we gaan er gewoon het beste van maken. Oh, dit is hem. Voor vanavond. Had ik jullie al verteld wat we hier gaan doen? Nee, hè? Volgens mij niet. We zijn hier op de By Dani Linda Meijden USA trip. Waar we een trip door de USA gaan maken. We beginnen in Las Vegas. En we gaan door de woestijn. En we gaan van alles en nog wat doen. En we gaan hier ook een fotoshoot doen. Met Mark de Groot en een heel team. Een klein beetje zuur is dat ik nu al mijn pasje kwijt ben. Dit hotel is gewoon mooi van lelijkheid. Zien jullie dit? Die meneer daar, die staat ook lekker charmant bij. Jezus Christus. Gewoon de lobby uit. Verwacht je een ontbijtzaaltje, hè? Krijg je dit? Jezus. Oh, dit is lelijk. Achter me staat daar, die topper. Die vroeg gewoon net naar mijn identiteitskaart. Dus dat wil zeggen dat hij niet zeker wist of ik 21 was. Cool. Dit is een lekker huisje. Oh, shit. Forget the goal. Danger didn't know the flow is fat like Joe. Like Joe. Yo, the nigga didn't know that I'm back, man. You're whack, man. I eat a rapper like a black man. Lopen hier. Nou, volgens mij mag je hier helemaal niet lopen. Midden op de weg, mini stoepje, want ik wil heel eventjes naar de strip hier kijken. Ik wil gewoon heel even wat lampjes zien. Gewoon heel eventjes hier lopen, want we gaan hier morgen al weg en dan maken we hier geen avond meer mee. En dat vind ik een beetje zonde. Naked Beach. Yes. Do you like to go to Naked Beach? No, I saw on the internet. Oh no, not everywhere. You have it in some places. Where is that? It doesn't say where. Oh, it's a nudiste strand. But it's in Europe. Yeah, you have places where we... You yeah, have where you places can go in naked? Netherlands? Yeah, we have that. Really? You don't have that over here? I think in California, yes. Do you like naked? Yes. Oh, wow. Oh. Why? It's no good? I like naked nice. Too. I love it. Yes. We hebben dat dit 1 keer de taxichauffeur is. De tuintjes. Yes. Alright. Goodbye. Bye. Daar gaan we nooit meer mee naar huis. Doei. Ja, bij de kamer waar Bibi denk ik al ligt te slapen. Dus daar ga ik sowieso niet meer vloggen. Morgen om 6:00 het wekkertje. Dan gaan we in de make-up. Dan gaan we ook beginnen met shooten. Ik ben zo wappie van die jetlag dat ik echt blij ben. Als het morgen is, dan ben ik gewoon wat fitter. Dus voor nu, dat rusten. Hele goede morgen. En ik word wakker met allemaal cadeautjes op mijn bed. Moet je kijken. Oh, het is zo leuk. Die details allemaal. Die muntjes. Daar staat mijn naam.
allemaal stickers, kettingen, armband. Zoveel spullen gekregen. Ik vind dit wel heel fijn. Ik weet niet hoe we dit al moeten doen als jullie hier niet bij waren geweest. Hek, volgende kamer. Dag, dikke kamer. Het was maar voor één nachtje. Ik had wel kunnen wennen aan dit uitzicht, maar we gaan nu... Weet je wel, die beelden die ik van boven heb gefilmd toen ik in het vliegtuig zat. Al die mooie bergen, daar gaan we nu naartoe, als het goed is. Oké, okay, I'm ready to go. We gaan nog naar één plek in Vegas en dan gaan we beginnen met de echte roadtrip. Roadtrip. Hier niet filmen, dus ik ga heel even heel snel zeggen waar we zijn. We zijn in een neon sign graveyard. Het is te vet. Het zijn allemaal oude borden, neon signs. Met van die lampjes, alles. Het is gewoon typisch Las Vegas. Maar dan afgedankt en oud. En het is fucking vet om foto's te maken. Maar ik mag hier dus niet filmen en ik wil hier niet weggestuurd worden. Want ik wil dus foto's maken. We zijn in een hele vette shit. Tattoo shop, want Mark gaat even tussen de bedrijven door, want we gaan zo op dit pas echt weg een tattoo nemen. Ben je klaar voor? Ik weet niet, wat wil je? Ik wil even kijken. Vind ik echt moeilijk. Let's go. Bageltje, stoeltje. Oké, okay, we gaan heel even plassen, heel even een wc'tje. Ik had bij een benzinepomp gekund, maar... Kijk waar we beland zijn. Ik denk niet dat ik ooit op zo'n dikke plek ben geweest als deze. Ik denk, en ik weet het zeker, het is niet normaal. Het ziet er niet normaal uit. Dit is toch niet normaal? Het is zo lekker. Ik ben eventjes de kamer uitgelopen, want ik lig daar met Lauren en Bibi en die vallen bijna in slaap. Dus ik denk ik ga nog heel even naar buiten. We hebben net hier gegeten. De busrit duurde 7 uur, maar het was wel heel mooi. En het was ook wel fijn om weg te gaan uit Vegas en ja, door zo'n landschap rijden. Het voelt gewoon alsof je in een soort van, ja, in een studio rijdt. Niet dat het echt is. We mogen hier gewoon 3 nachten slapen. Ik ga naar binnen. Want anders maak ik ze dadelijk wakker. En dan zie ik jullie morgen. Het is dus echt 6 uur. En ik keek even naar buiten. En ik moet er gewoon van huilen. Dit is niet... Ik vroeg me al af, je kan zo in onze badkamer kijken. Ik dacht, fuck, daar loopt er iemand voorbij. Nee, tuurlijk loopt er niemand voorbij. Zo'n woonmagazine aan het YouTube kanaal heb overgenomen. Dikste plekken op aarde om te slapen. Het is licht is perfect. De zon gaat omhoog. En volgens mij, dit is dus 24 uur open. Oh, het water is super warm. Sportpakken aan, gas geven.
Ik heb al een paar dagen niet kunnen sporten. En je zit vet veel. Ik ben helemaal klaar voor. En ik denk dat ze hier een lijpe gym hebben. Dit is exact wat ik hoopte. Wij gaan naar de Antelope Canyon. Good morning! Hey! Going? We are going to go visit some slot canyons today, and one of the slots is actually pretty famous because of a few photos. Meaning okay. Millions of photos. Meaning millions. Ik denk dat het is, maar ik weet het niet zeker. Bizar dat het natuur is. Ja, dit is niet normaal. Ja, echt sick. Wow. Dit is echt heel sick. Holy fuck. Oh my god. Hallo jongens, ik ga eventjes een vlog van lieve Gwen overnemen die nu midden in een shoot zit. Dit is niet normaal mooi. Hé, ja, Lauren. En daar hebben we onze superster. G to the Gwen, to the P, to the Orton. Een fotoshoot heb, dan komt er een soort van plakpony tevoorschijn iedere keer. En nu hebben we gewoon geknipt. Latoya heeft het geknipt en ik vind het echt leuk. Oké, we hebben net de fotootjes gemaakt in het zwembad. En zijn we vanavond klaar? Wat super chill is, want het is nog heel vroeg. Lauren! Yeah. Ja! Fucking chill dat we nu klaar zijn. Nee, maar het is een super grote groep met mensen en het is niet dat ik dan zonder gêne hier rondloop. En omdat ik altijd zo rondspring en vrolijk ben en een grote bek heb, lijkt het alsof ik overal schijt aan heb. En ik heb ook het gevoel dat iedereen denkt dat ook, oh, die Gwen die doet het al zomaar maar even. Maar ik heb wel, ik stress hem wel hoor, voordat ik hier naartoe ga. Over mijn lichaam, over wat ik aan moet. En dat ik dan in één keer zo hoor je zo, ja, we gaan in het zwembad. Nou, dan laat ik dat niet merken, maar dan ben ik fucking onzeker. Ik ben niet iemand die heel snel in bikini gaat. Er zijn flink wat momenten aan voorbij gegaan dat ik gewoon echt dacht, godverdomme, ik ben niet in vorm. En dan ga ik met allemaal van die superknappe influencers op reis. En dadelijk vinden ze me niet leuk of niet knap of ben ik niet goed genoeg en dan pas ik er niet bij. Al die shit, dat is er gewoon. En ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Maar het is heel chill. Het is heel chill. Het team is fucking chill. Iedereen is super lief. Yeah!